De vakorganisaties, aangesloten in het tripartiet overleg, gaan niet akkoord met de 17% verhoging die de regering als bod heeft gegeven. De vakcentrales en de vakbonden geven aan dat zij akkoord kunnen gaan bij een bod vanaf 25%, omdat het inflatiecijfer rond de 62% zit. Dus het bod van het onderhandelingsorgaan is een druppel op een hete plaat, zegt Reshma Mangre, voorzitter van de BVL ALS. Volgens haar hebben de leerkrachten bij de laatste loonsverhoging van 25% in 2018 niets gehad. Dus de BVL ALS wil alvast een extra 17% om de 25% in te lopen. Maar wat wij hebben gezegd is dat wij akkoord gaan met tenminste 25%. Als wij ongeschoold nemen dat er een inflatie is van 60%, toen hebben we begrepen dat de regering die op 85%, wat eigenlijk het voorstel is van de totale vakbeweging en ook vervat is in het tripartietakkoord, dat de regering ons dat niet direct kan geven. Wat wij hebben gezegd, we hebben heel lang uitgekeken naar dit moment en we willen ook dat er een bod komt vanuit de regering dat acceptabel is voor de totale vakbeweging. Nu weet u dat wij tijdens het herwaarderingssysteem een loonronde hebben gekregen, de leraren. En alle ambtenaren hadden toen een 25% gekregen. Wij hebben die 25% toen niet gekregen. En het voorstel van de BVL en ALS, dat is een apart wensenpakket, is opgenomen dat we extra 17% alvast krijgen om die 25% in te lopen. De BVL ALS gaan ook niet akkoord met de 17% van het onderhandelingsorgaan, omdat wij op één lijn staan met de totale vakbeweging, zegt Mangri. In dat tripartiet akkoord waar alle bonden meedoen, wordt er onderhandeld met die totale vakbeweging, conform het tripartiet akkoord. Maar de respectieve bonden hebben hun eigen wensenpakket. En daar hebben ze afspraken lopen met de regering. Zo ook heeft de BVL ALS afspraken lopen ten aanzien van de secundaire voorzieningen voor de leraren. En dat behelst klassenligging, tandheelkundige behandeling, bril, etcetera. Maar dat is separaat van wat we nu hebben vervat in het tripartiet akkoord. Kijk, wij kijken er positief naar uit en we zijn hoopvol gestemd. Omdat de regering heeft gezegd, zij willen die verlichting brengen voor die werkende klassen. De werkende klasse heeft het nog erg veel te voortduren. U weet, levensonderhoud is erg duur. Morgen is het vervolggesprek tussen het onderhandelingsorgaan van de overheid en de totale vakbeweging.